Dan doe je er alles aan om je paard geen koliek te laten krijgen. Dus dan heb je een keurig hooinet waar de hooi in gestopt wordt. Zodat ze dat rustig op kan eten. Niet te veel. Maar wat doet zij? De ogen dicht. En eten maar. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. Ik ben gisteren tijdens het skaten heel hard op een stuitje gevallen. Dus ik ga vandaag even niet rijden en Daan gaat erop. Blondie staat daar bij het licht in de stapmolen. Moeders gaat filmen en ik ga kijken hoe Daan rijdt. En daar dan de dingetjes uithalen die ik zelf ook weer kan gebruiken om te rijden. Ik wil zo in de stap dat Blondie iets meer de lichaam gebruikt. Dus ik voel je met mijn kuiten steeds aan. Zorg dat ik in mijn lichaam helemaal meeveer. Dus dat ik niet ergens in mijn eigen lichaam blokkeer. Ik voel dat Blondie iets meer aan de rechter teugel wil nemen. Dus ik wil vooral steeds een beetje met mijn rechterkuit. Goed zo, meisje. Een beetje haar naar buiten toe duwen. Dat ik iets meer contact op links krijg. En dan steeds aan rechts een beetje vragen. Ook hier, ze mag laag. En ze mag niet traag worden. En ik zorg dat ik constant met de tempo bezig ben. Dat ik tempo controle krijg. Dus als ik harder wil, gaan we harder. En ook net zo lang totdat ik zeg dat we zachter gaan. Goed zo, meisje. En weer luchten. Oh, goed zo. Nog een beetje proberen. Iets te zoeken wat voor haar makkelijker is. Zo, juf. Nou, Blondie heeft hartstikke haar best gedaan. Wat ik heel erg voel is dat Blondie graag een beetje naar de rechterkant hangt. Dus daardoor ook wat sterker in de rechter mondhoek wordt. Dat is aan Tess ook wel goed te zien. Die voelt dat niet altijd in haar hand. Maar Tess zelf zakt altijd een beetje naar de rechterkant. Dus dat... Ja, daar vullen ze elkaar aan. Dus daarin moeten we natuurlijk zowel Tess als Blondie leren om meer in het midden te gaan zitten. Daar gelijk aan twee teugels te worden. En Blondie heeft natuurlijk gewoon soms een beetje moeite met wat loslaten in haar lijf. Dus daar zijn die overgangen heel goed voor die ik had uitgelegd. En weer wat lager en weer wat omhoog door eigenlijk haar hele lichaam. En al die spiertjes overal in dat lichaam vanaf hier eigenlijk... Helemaal tot aan de staart steeds te laten oprekken en te ontspannen en oprekken en aanspannen. Om zo het paard te leren om zijn hele lichaam te gebruiken. En dan los te laten in zijn lijf en die mooie losse beweging te pakken. Blondie en ik zijn op de trilplaats. Ja! Het is morgen trouwens Pasen. Ik heb er wel zin in. Ik wil je lekker eten. Het is vandaag maandag en ik zit op Blondie. Na mijn val met mijn stuitje. Maar het is best vreemd, want het, want het sneeuwt. Dan zou je denken, sneeuw? Ja, sneeuw. En ik ben samen met Elisa. Yes. Maar wel leuk om een keer de sneeuw te rijden. Nu maar hopen dat het niet gaat hagelen. En hopelijk dat ik niet afval, want als ik nu afval op mijn stuitje heb ik best een groot probleem. Maar het gaat goed komen, ik kan wel rijden, denk ik. Ik ben hier samen met Blondie. Ik heb net op haar gestapt. Ik heb niet meer gedaan omdat mijn stuitje nog best wel veel zeer deed. En ik heb natuurlijk mijn zadel en daar gaat morgen rijden. En woensdag en donderdag les, dus dan zou ze heel lang achter elkaar rijden, waardoor ik alleen maar gestapt. Want dat is natuurlijk wel iets leuker dan net in de stadmolen lopen. Nu ga ik Blondie haar deken opdoen. En dan gaan we naar huis toe. Want het is natuurlijk tweede paasdag. En dan ga ik samen met mijn familie, familia, ga ik gourmetten.
Wat hebben jullie gegeten op eerste en tweede paasdag? Laat het weten hier in de live chat, want daar ben ik als het goed is. Of het is daar. Iets in die richting. Dus laat het weten. We zijn wel benieuwd. Het is vandaag woensdag. Ik heb vandaag online school gehad. Ik heb vandaag samen met Blondie les. Gisteren heeft Daan op Blondie gereden. Ze zei dat het heel erg goed ging, dus dat is helemaal toppie. Dan gaan we kijken wat ik er vandaag van kan maken. Kijk! Hoezo ik het heb gedaan, dat weet ik zelf ook niet. Nu ga ik hem loslaten. Let it go! Let it go! Dat gaat ook werk. Ik moet echt weer in de maand gaan knippen, want het is nu zo lang dat ik een heksenvlecht kan maken. Hoe is jullie dag vandaag? Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan? Laat het hier weten in de live chat. Of hier beneden in de comments. Want ja, daar ben ik al een keer benieuwd naar. Waarom kijken mensen me altijd zo raar aan? Mensen kijken me altijd raar aan van, what are you doing? Ik was net ook bezig met de GoPro. En er lopen zo mensen voorbij en die gaan dan aan me vragen, oh, ga je filmen? Ja, want dan is het al ongemakkelijk om te filmen waar mensen bij zijn. En dan gaan ze je ook nog raar aankijken. En zo van... Maar niet iedereen weet natuurlijk dat ik een YouTuber ben. En dan is het soms dat mensen oogcontact met me maken terwijl ik aan het filmen ben. En ik ga dan gewoon door. Maar dan kijken ze me altijd zo raar aan van, what are you doing? De laatste eigenlijk. Ik moet over een half minuut op mijn pony zitten. Maar hey, dat gaat goed komen. Oké, maar nu ga ik even mijn camera op mijn hoofdstel indoen en dan zie ik jullie bij de les. Tess, hoe was het bij Gerdien gegaan? Het was heel erg goed gegaan. Het was wel zo dat ik met jou heel erg oefend dat Blondie op haar eigen benen moet lopen. Ja. En met Gerdien was het meer dat ik echt haar moest begeleiden overal in en dat ze haar iets meer naar beneden speelde. Wat Gerdien vooral bedoelt is dat je er ietsje meer druk op mag zetten. Niet zozeer dat je hem moet afdwingen, maar dat je hem net soms ietsje sneller iets van haar zou mogen verwachten. Dan ga ik natuurlijk ook mijn verhaal erbij vertellen. Ik wil jou heel erg leren dat je rijdt naar wat je voelt. Dat je dus niet alleen dat we nu bezig zijn met we willen Blondie perfect laten lopen. Maar vooral dat ik jou heel erg leer dat wat je voelt, dat je daar je hulpen naartoe geeft, zeg maar. Snap je? Dus kijk, Gerdien, die ziet jou en Blondie natuurlijk voor het eerst. En die ziet ook, er zit meer in. Dus die weet ook uit haar ervaring van als we een beetje meer been geven, een klein beetje meer doorspelen en er ietsje dichter bovenop zitten, dan hebben we hem sneller waar we hem willen hebben, zeg maar. Alleen vind ik het dan heel moeilijk, wat jij natuurlijk ook zegt, is dat je dan snel geneigd bent om heel veel met je hand te doen. Ja, want ik moest met haar eigenlijk meer van met mijn hand doen dan met mijn been. Ja. En dat vond ik wel heel lastig. Ja, ik wil jou nog niet te veel belasten met dat je daar te veel druk op moet zetten en... ik weet niet of druk het goede woord is, maar ietsje... dichter erbovenop te zitten. Dat je iets meer tegen haar zegt, nou Blondie, hup, vandaag twee teugels, twee benen, zo gaat het gebeuren. Maar dat je meer een beetje zelf ook heel goed leert voelen wat er gebeurt. En dat je uiteindelijk wel hetzelfde doet, maar dat je, dat je het meer op gevoel doet. Jouw ruitergevoel en Blondie haar niveau, die zijn daar wel aan toe. Dus daar willen we wel naartoe werken, zeg maar. Als we maar wel voorkomen dat je niet te veel gaat rijden, dat je denkt, hè, hij moet nu nageven. Nee, dat je hem zijn lichaam laat gebruiken en daaruit laat nageven. En dat is gewoon ook nog een beetje je leeftijd en je ruitergevoel, maar ook Blondie haar kunnen. Tussen je hand en... Ja, goed zo. Dat wordt wel echt beter, hè? Goed zo. En weer heel dicht erbovenop zitten. Nou voelde je het zelf, hè, dat je een beetje op rechts zat? Ja. Dus heel goed opletten dat je niet te veel in je zit naar rechts toe zakt. Daar. Niet te veel je hand naar je bovenbeen. Je mag wel een keer je hand breder, maar dan wel je hand ietsje blijven dragen. Soepel zitten. Vanuit je nek en je schouders begint die beweging van je arm. Zo, daar. Echt goed. Echt los. Lekker uitstappen zo. Goed hoor, Tess. Lekker gereden zo. Goed zo. Dus we willen wel ook een beetje zo, hè, dat we die druk een beetje erop kunnen houden. Maar niet zozeer de druk dat we sterk moeten zijn, maar dat we er een beetje dichter op zitten.
als het maar altijd vanuit het achterbeen blijft komen. Anders dan gaan ze zonder ruggebruik lopen. En dan krijg je zo dat ze een beetje zo wegknikken in de hals. Want dan doen ze de hals een beetje zo. Doe dat zelf maar eens. Zo je kin echt naar je keel. Dan wordt je rug snel een beetje hol, hè? Ja. En als je echt probeert je kin een beetje naar beneden dan rond, dan wordt je rug boller. Voel je dat? Ja. Goed zo. Eigenlijk is dat met paard precies hetzelfde. Goed zo. Lekker stappen zo. Heel erg bedankt voor de les. Het is vandaag donderdag. Yay! We zijn even naar de horse store toe geweest, omdat mijn vorige jopper is stuk lager. Dus je hebt nieuw one. Precies dezelfde, maar ik heb nog 3 kwartier voor de krop moet. Dus ik ga even blondie haar sokken scheren, want die zijn best lang geworden. Zet hem even op de grote stand. Nou, we can scare. Ja. Ik was weer bezig met poetsen en ik heb mezelf weer laten verleiden. Niet, kijk naar dit stukje, dit is niet zo mooi, maar kijk. Ik weet niet, ze heeft nu lange manen en ik heb weer gemist om te vlechten. Dus dan maar zo. Kijk hoe mooi. Dit stukje is wel heel mooi gelukt. Tess is in de bak. Ik heb een leuk parcours neergezet met wat langere lijnen. Daarin wil ik heel goed kijken bij Tess en Blondie of het lukt om controle te kunnen houden. Zonder dat we daar heel hard ons best voor hoeven toe doen. Dus zonder dat we hem heel erg tegen moeten houden omdat hij te hard wil. Of heel veel been moeten geven omdat ze een beetje in slaap valt. Ik heb 2 punten gemaakt waar we een voltetje kunnen maken. Mochten we meer controle willen hebben of eventjes onszelf herpakken. Heb ik daar plek voor gemaakt. En in de lange lijn is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we een mooi recht tussen 2 teugels houden. Goed zo. Kijk naar de P. Goed zo. Goed zo. Hé, je zat opzij te koekeloeren, hè? Oh. Jij zat in de spiegel te kijken hoe het eruit zag. Goed zo. En weer. Ook al voel je dat zij zich een beetje strak wilt maken, ga er niet in mee. Kijk verder. Goed zo. Heel mooi gereden. En als je nou toch wil dat ze ietsje terugkomt, knijp ik erin, lucht een keer. Maar doe ook je eigen energielevel een beetje lager. Hè? Ook zelf een beetje langer ademen. Een keertje zuchten. Goed zo. Niet in de spiegel kijken! Sorry. Goed, heel goed. Oké, nu wil ik linksom zo de rood het blauwe en rechtsom de koe. Ja. Alright. Goed zo. Heel goed. Dit los je goed op zo, Tess. Als ze dan een beetje twijfelt, dat je niet verandert in je rijen, maar gewoon zachtjes met je kuit aanvult. Super gereden. Heel goed. En weer voelen. Is je been lang? Is je knie ontspannen? Goed gereden. Super. Vul aan met je been. Super. En let op hè, dat je niet op de sprong zelf te veel de bocht in gaat kijken. Dat is eigenlijk zeker bij deze nergens voor nodig, hè? Want je rijdt gewoon een lijn rechtuit. Hele mooie afstand ook, super! Mooi recht houden. Ja, keurig. Je blijft er gewoon naartoe rijden. Snel zijn met je hulp. Oh. Goed zo. En kijk alvast naar de volgende, hè? Kijk naar de volgende. Goed gereden. Goed zo. Dus zelf ook in zo'n lijntje, als je toch merkt, ze wordt een beetje strak. Dat doet ze ook omdat ze het een beetje spannend vindt. Denk dan juist zelf, het is goed. En rij je er weer naartoe. Dat ze dus niet die spanning ook bij jou overbrengt of jij daar ook spanning van krijgt. Maar dat juist op het moment dat je voelt dat zij het spannend vindt, dat jij zegt, rustig maar meisje, kom maar door. Het is goed. Dat ze dat ook gewoon leert. Goed zo. En met je been het op te lossen. Heel goed gereden. Super. Lekker even stappen en goed belonen. Goed zo. Je benen doen het werk. Je benen doen het werk. Je benen doen het werk. Goed gereden. Super. Tess, lekker uitdraven zo. Hartstikke goed gereden hoor. Goed zo. Hartstikke lekker gereden. Zo. Hele mooie afstanden vandaag. Heel erg bedankt voor de les. Top. Geen dank. Zo, Blondie en ik komen net uit de les. We hebben een hele fijne en leuke les gehad. Dus daar zijn we wel weer blij mee.
We hebben ook zo'n trippel gesprongen. En dat was ook wel heel erg gaaf. Nu ga ik afzalen, hapjes doen, help met opruimen. En dan zijn we alweer klaar voor vandaag.